Erfgoedcentrum het Schoor Udenhout-Biezenmortel presenteerde op 3 maart 2023 de nieuwe Unense Sprakkels. En dat alweer voor de 20ste keer. Omdat het de 20ste keer is, is deze Unense Sprakkels in kleur uitgevoerd. Het schuiversteam heeft speciaal voor de kleureneditie bijzondere sprakkels verzameld die extra mooi zijn als ze in kleur kunnen worden geïllustreerd. Zoals een sprakkel over vele mooie bomen in Udenhout en Biezenmortel, geschreven door Ad Tuurlings en Jan Denissen. Deze boom is een Liriodendron, oftewel een tulpenboom. Deze staat op het voorplein van Kasteel de Strijdhof. Deze groene treurbeuk staat achter het pand Schoorstraat 2. Onder de boom staat een bank om heerlijk te genieten. De plek is een officiële geluksplek van de gemeente Tilburg. De boom is voor liefhebbers altijd bereikbaar. In deze speciale kleureneditie ook enkele sprakkels over kunst. In de serie Bijzondere Udenhoutse Vrouwen heeft Lia Clement een sprakkel geschreven over naaldkunstenares Luus Vermeer. Met haar naald en draad maakte zij de prachtigste kunstwerken. We tonen 3 voorbeelden. Hier ziet u een van de 6 dorpstafferellen die nog altijd ons raadhuis sieren. Ook dit prachtige borduurwerk van de Udenhoutse kerk is van de hand van Luus Vermeer. Het werk is met grote nauwkeurigheid gemaakt en nauwelijks te onderscheiden van een schilderij. Hier nog een voorbeeld van het borduurwerk van Luus Vermeer. Een eenvoudig tafereel van een vos. In de collectie van Erfgoedcentrum het Schoor zijn enkele schilderijen opgenomen, gekregen van dorpsgenoten. Zoals dit schilderij van landbouwer Kiske Schapendonk van de Krijtenmolenstraat 224. Tot in de jaren 60 waren bijna alle foto's zwart-wit. Zoals ook deze foto van de Krijtenmolenstraat. Met links de molen die toen de naam De Hoop had en die stond halverwege de groenvelden en park ten Roomlei. Tegenwoordig zijn er technieken om oude zwart-wit foto's getrouw in te kleuren. Dat hebben we ook laten doen met deze foto. Nu zie je ineens veel meer, zoals de rood-wit-blauwe versiering van de wieken. De foto is gemaakt in 1923. Het rood-wit-blauw is vanwege het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Maar er waren ook in de jaren 20 al wel originele kleurenfoto's, zoals deze van het kruispunt. De foto is gemaakt vanaf de Schoorstraat. Het pand links is Schoorstraat 2. Dan volgt de Groenstraat en daarachter op de hoek van de Groenstraat en Krijtenmolenstraat Hotel Zweens. Kleurenbitprintjes zijn nog veel ouder en komen al voor in de 19e eeuw. Dit prachtige bitprintje van Adriana van Ierser-Goossens is uit 1867. In Unense Sprakkels natuurlijk vele vertrouwde rubrieken, zoals 50 jaar geleden, vroeger en nu en Pietje Paas en Hans den Hamer. Martin de Ruiter heeft weer een mooi gedicht aangeleverd. Riet Heesels en Lia Clement hebben oude briefhoofden opgespoord. Björn Witloks heeft een sprokkel geschreven over de oude pastorie aan de Slimstraat. En Frank Scheffers over boerderij De Velde, die op deze foto is te zien. Van boerderij De Velde is een oude interieurbeschrijving bewaard die kon worden geïllustreerd met prachtige foto's van de oude boerderij. Koster en edelsmid Jan-Karel Verhulst heeft een sprokkel geschreven over deze kerk. De kerk is gemaakt in 1550 in Antwerpen en is zeer waarschijnlijk gebruikt in de oude Udenhoutse Kruisstraatse kapel. Oud-directeur Edward de Vries heeft zijn herinneringen aan zorgcentrum De Eikelaar op papier gezet. Deze sprokkel is onder andere geïllustreerd met deze foto met alle bewoners bij het 15-jarig bestaan in 1983. Het is ons niet gelukt om alle namen te achterhalen. Kent u namen? Geef ze door op ons mailadres erfgoedcentrumudenhout
@gmail.com. We publiceren foto en namen op onze website. Zoals elk jaar in Sprokkels ook een terugblik op het afgelopen jaar. De Franciscusschool in Biezenmortel vierde het 100-jarig bestaan en organiseerde enkele weekenden een druk bezochte expositie. Op het Udenhoutse kerkhof is een monumentje voor het overleden ongedoopte kind ingezegend. Vroeger mochten doodgeboren kinderen niet worden gedoopt en dus niet worden begraven op gewijde grond, wat voor ouders extra pijnlijk was. Het monumentje wil troost geven. Udenhouter Boyscholze werd op 21 december 2022 geïnstalleerd als burgemeester van Drimmelen. Boy is opgegroeid in Biezenmortel en de kleinzoon van Harry en Greet Scholze. Erfgoedcentrum Het Schoor heeft alle QR-bordjes bij monumenten in het dorp vernieuwd en een link gegeven naar Wiki Udenhout. Dan kunnen toeristen nadere informatie vinden als zij genieten van de monumenten. Het aantal QR-bordjes is vorig jaar uitgebreid naar 23. Vooraan in de Schoorstraat is bij Het Schoor een nieuw toeristisch informatiebord geplaatst met informatie over het ontstaan van het dorp en van het kruispunt. Une Sprokkels 20 is voor €12,50 te koop bij de Rietshop DA Drogist en bij Hop en Brouwers in Udenhout. In Biezenmortel bij Bakker Geerts en tijdens openstellingsuren op Erfgoedcentrum Het Schoor. Elke donderdag van 11 tot 3 en elke tweede zaterdag van de maand van 2:30 tot 5:30. U bent allemaal van harte welkom.